De samenleving heeft positief gereageerd op de COVID-19 vaccinatiecampagne van Fernandez Group of Companies en de Surinaamse brouwerij. Op het KKF-terrein hebben de bedrijven met ondersteuning van het AZP vandaag een vaccinatiecampagne gehouden. Niet alleen medewerkers van deze bedrijven konden zich laten inenten, maar ook de gepensioneerden en hun partners. Jules Fernandez, directeur van Fernandez Group of Companies, zegt dat dit een pilotproject is die andere bedrijven moet stimuleren het zelf te doen. Op die manier kunnen we het vaccinatieprogramma ondersteunen, want het is heel belangrijk dat we ons laten vaccineren nu. Het is de enige oplossing, de enige manier hoe we van deze verschrikkelijke ziekte afkomen. De angst om te vaccineren is onze grootste vijand. En er is geen reden. Er is voldoende bewijs, er is voldoende informatie dat we ons onbevreesd kunnen laten vaccineren. Er is altijd een risico met alles dat je doet, ook als je op straat gaat, is er een risico. Maar er is geen reden om niet te vaccineren. Je ziet, kijk, mensen zijn gekomen. En deze boodschap, als jullie daarmee kunnen helpen, laat je vaccineren, laat je vaccineren. Laat je vaccineren, alsjeblieft, want dat is de enige manier hoe we van deze vreselijke, ellendige ziekte afkomen. Diverse mensen die vandaag naar het KKF-terrein zijn getogen, zeggen dat er geen angst moet bestaan om gevaccineerd te worden. Het vaccineren moet juist bescherming bieden tegen het COVID-19-virus. Ga even een beetje bij jezelf te raden wat het kan zijn voor jou. Je medemens, je familie, je kinderen, je kleinkinderen. En eerlijk gezegd, ik wil terug naar het leven voor die COVID. Al is het met moeilijke regels, want het zijn soms moeilijke regels waaraan we ons moeten houden. Maar ik zeg, ja, we zijn er al eenmaal in. Ja, we moeten verder. Dit gaat niet meer weg. Weet u? Dus ja, ermee leren leven. Nou, bang zijn. Ik ben helemaal niet bang. Ik bedoel, alle medicamenten hebben soms bijwerkingen. Dus als deze ook een paar bijwerkingen heeft, is het een normale zaak van de wereld. Dus ik maak me helemaal niet druk. En als we volgen naar die berichten, als het door de WHO is goedgekeurd, wie zijn wij om te zeggen van het is niet goed of wel goed? Dus we gaan gewoon ervoor. En ik ben helemaal niet bang. Heeft u een boodschap aan andere Surinamers die deze stap nog niet hebben genomen? Nou, de boodschap luidt daar, kom en laat je vaccineren, er is niets aan de hand. En mocht er wat gebeuren, dan zijn er altijd professionele zaken die achteraf rechtgetrokken kunnen worden. Dus gewoon vaccineren. Dat waren dus enkele personen die zich vandaag hebben laten vaccineren tegen het COVID-19-virus. Jules Fernandez, de directeur van Fernandez Group of Companies, roept een ieder op zich te laten vaccineren, zodat we van het virus kunnen afkomen.